In deze video gaan we het hebben over de Canon EOS 90D. En ik ga een hoop menu's met je doornemen om je meer tips te geven over wat moet je nou aan met alle menu's en instellingen. En laten we meteen beginnen. Nou, hier zien we de achterkant van de 90D. Menu gaan we zo meteen naartoe. En dan gaan we eens even allerlei tabs bekijken. Wat is nou belangrijk? Wat moet je ermee? We zien hier een knop voor de live view, waardoor je dus op het LCD-scherm live gaat zien hoe je foto eruit komt te zien. Nou, meestal gebruik je de zoeker, maar het kan handig zijn bijvoorbeeld vanaf een statief. Hier zit een schakelaar, die staat nu op fotografie, dus live view voor fotografie of juist voor filmen. Dit is heel handig, je joystick. Die joystick kan je gebruiken om onder andere ook door menu's te navigeren, maar ook door je scherpste punt te verplaatsen. We gaan het er ook over hebben, hoe kan je ervoor zorgen dat jouw scherpste puntje hiermee direct te verplaatsen is met de joystick. En dat je niet eerst nog een andere knop moet indrukken, want dat kost je tijd en soms foto's. Belangrijke momenten. De Q van Quick is voor het Quick menu. Dus als je daarop klikt, dan ga je hier naar het overzicht toe. Belangrijk is ook om die lock button hier, om dat zo te houden en niet naar boven te schuiven. Anders dan kan je per ongeluk je functies gaan vergrendelen. Dan kun je dingen niet aanpassen. Dat is niet wat je wil. Laten we eens nu die menu's verder gaan bekijken. Nou, ik heb dus op menu gedrukt. We zitten hier in dit menu. Foto-instellingen, het pictogrammetje en dan tab 1. Beeldkwaliteit, RAW plus L. Dat is JPEG Fine. Nou, laten we dat nog eens even wat verder gaan bekijken. Dat zien we hier. Het staat op RAW ingesteld. Alternatief is Compress RAW. Dat is een kleinere RAW bestand. Over het algemeen toch wel heel goede kwaliteit. Maar in situaties met heel hoge contrasten. Dus bijvoorbeeld hele lichte en donkere delen in één foto. Kun je ietsje details gaan kwijtraken. Het voordeel is wel, de foto's worden duidelijk minder groot. En dat kan effect hebben op ook het aantal shots dat je kan maken in continu opname. En uiteraard gaat het er ook om, heeft het invloed op de grootte van je files, waardoor de geheugenkaart eerder vol raakt. Hier zie je nog JPEG. Dat zou je ook uit kunnen zetten, dan moet je dat hier naartoe zetten. Dit is de JPEG in de hoogste kwaliteit en het grootste formaat, dat betekent de L. Deze L betekent ook grootste formaat JPEG, maar de kwaliteit is wel teruggebracht. Zodra je hem hierop gaat zetten, kun je hier zien dat je meer foto's kunt gaan maken. Dit hier zat niet zo'n groot geheugenkaartje in. Dan zie je 247 foto's kun je met die geheugenkaart op dit moment nog maken. Hier zie je dat de foto's 32 megapixels zijn. Dat is natuurlijk behoorlijk veel voor een cropcamera. En als je dit keer elkaar doet, dit zijn de pixels, de dimensies. Dan kom je uit op 32 miljoen pixels. Dat is 32 megapixels. Dus dit is de langste zijde, zeg maar 7000 pixels. En dit de kortste. Hier wordt mee bedoeld, dit pictogrammetje. Het instelwiel zit bovenop, waarmee ook je diafragma verandert. Nou, laten we nog eens verder gaan kijken. Hoogte en breedte, dat is soms heet dat ook wel aspect ratio. Dat zegt wat over de verhouding van de foto. In welk beeldformaat wil jij fotograferen? 3 staat tot 2 is standaard, 4 staat tot 3. Kan ik zeker niet aanraden. Is wat meer een gedrongen foto. Dus die foto wordt wat minder breed. Is vaak wat minder mooi voor je compositie. 1 staat tot 1 is vierkant. Nou, persoonlijk snij ik foto's altijd achteraf bij tot vierkant. Dus laat dit gewoon lekker staan. Verder gaan we hier nog even naar een aantal dingen kijken. Hier zo. Kijktijd geeft aan de tijd die de foto getoond wordt na het maken. Kun je ook uitzetten. Bijvoorbeeld door de joystick te gebruiken, zet je dat op uit. Verder, lensafwijkingscorrectie. Hier zat een Tamron lens op, van een cursist. Dit heeft invloed op de JPEG. Als je een RAW fotografeert, dan kan je dat heel goed achteraf doen. Persoonlijk doe ik dit soort correcties allemaal achteraf met Lightroom. Maar als je dat niet hebt, kan je de JPEG al wat meer tot een eindproduct maken. Dat scheelt je tijd. We zitten nu in de tweede tab, belichtingscompensatie.
Nou, wat je hier kan gaan doen is correcties maken op de belichting. Dat doe je vooral in de diafragma voorkeuze en sluittijd voorkeuze doe je dat op deze manier. En dan kan je ook naar rechts of links gaan. Dat kun je ook met het wiel doen. Op die manier doe je dat nog sneller. Nou, wat nog meer? ISO. ISO kun je hier nog wat verfijnder instellen eigenlijk, hè. ISO doe je normaal gesproken natuurlijk met de knop bovenop de camera, daar kom ik ook nog op. Maar je kunt ook zeggen, als mensen op automatische ISO willen werken, kun je dat begrenzen tot bijvoorbeeld maximaal 6400. Dat kan je doen. Hier zie je ook ISO, hè. Dus als je het wil instellen, kun je dat hier doen met de touchscreen of met het wiel. Witbalans, nou staat nu op automatische witbalans, AWB. Je ziet hier de pictogrammen waarmee je de witbalans ook kan kiezen. Bijvoorbeeld bewolkt, schaduw, daglicht, gloeilamp, TL, flitslicht. Je kunt ook de Kelvinwaarde instellen. Ga hierheen. Moet je wel weten wat dat zegt. He, moet je dan 3, 4, 5, 6.000 gebruiken. Maar je kunt dat ook helemaal zelf gaan instellen. Auto-optimalisatie, helderheid. Persoonlijk dit soort dingen zou ik zelf uitdoen. Ik wil graag mijn belichting zelf helemaal onder controle hebben en achteraf eventueel nabewerken nog in Lightroom. Lichte tonen prioriteit, hetzelfde. Persoonlijk zou ik dat uitdoen. En dit soort dingen regel ik gewoon in de nabewerking. Beeldstijl, dat is een functie die heeft invloed op de JPEG alleen maar en niet op de RAW. Normaal staat het op automatisch en dat, als je in RAW werkt, dan maakt dat eigenlijk ook helemaal niet uit. Je kunt ook de beeldstijl instellen op monochroom en op dat moment zie je ook op je camera al de zwart-wit foto. Want monochroom betekent zwart-wit. Dus op het moment dat je dat doet en je gaat foto's maken, zie je direct hier zwart-wit. Waardoor je eerder ziet van, hey, is dit nou een mooie scène voor zwart-wit of niet? Fotografeer je in RAW en JPEG. Dat is heel handig. Dan maak je de foto in RAW en daar heb je de kleurenfoto. Maar de camera toont hier de JPEG, als je dat op monochroom zet, in zwart-wit. Dus op die manier heb je zowel een zwart-wit foto, de JPEG, die je direct kan zien. Zodat je weet, hey, is dit mooi in zwart-wit? Maar je hebt ook de RAW foto. Die is natuurlijk veilig, want daar heb je ook de kleurenversie van. Dus moet je dus nogmaals moet je RAW en JPEG fotograferen. Vervolgens ga je naar beeldstijl, zet je dit op monochroom. En dan ben je ready to go. Kleurruimte, sRGB, Adobe RGB. Adobe RGB is een iets rijkere kleurruimte, zou je kunnen instellen. Het is wel zo, doe je aan nabewerking en gebruik je foto's voor social media, website. Ga je het eigenlijk uiteindelijk toch omzetten naar sRGB. Het is niet het allerbelangrijkste, maar dit is iets ruimere kleurruimte. Ruisreductie, lange sluitertijden of is een functie waarbij de camera, als je een lange sluitertijd gebruikt, dus denk aan 30 seconden, gaat die eigenlijk nog een opname maken. Die duurt net zo lang als de sluitertijd die je hebt gebruikt. Dus in het geval van 30 seconden duurt het nogmaals 30 seconden. En in die tweede opname gaat hij de ruis verwijderen. En vervolgens gaat hij die foto's samenvoegen. Het resultaat is een foto met iets minder ruis bij lange sluitertijd. Maar je verliest ook een beetje controle. Je weet niet of je ook bijvoorbeeld wat scherpte verliest. En je wacht twee keer zo lang. En soms wil je dat niet. Soms gaat het om momentum. En dan kan je dat uitzetten. Persoonlijk doe ik dat uit. En verwijder ik ruis achteraf. Ook in de nabewerking. Nou, we gaan hier nog naar een aantal dingen kijken. Ruisreductie, lange sluittijden. Dus nog even, dat zet je dus hier uit. Hoge ISO-ruisreductie. Dat heeft betrekking niet alleen op lange sluittijden, maar gewoon in het algemeen. Persoonlijk doe ik dit soort dingen ook liever in de nabewerking. Dus zou ik dat uitzetten. Kun je waarschijnlijk hier met die balken naar boven en naar beneden doen. Als je in RAW werkt, zou ik zeggen, zet het uit. Doe het in de nabewerking. Werk je in JPEG en weet je niet zo goed hoe dat allemaal moet. Kan je zeggen standaard. Maar je bent een beetje afhankelijk van wat de camera doet. Tab 4, live view opname, kun je inschakelen, uitschakelen. Zorg ervoor dat het wel ingeschakeld staat. Als het uitgeschakeld staat, zou kunnen dat deze knop dan geen live view gaat tonen. Meerdere opnames, dat is dubbele belichting, betekent dat.
kunt dan in de camera meerdere opnames maken. En die worden ook in de camera op elkaar gelegd. Dat is best wel populair bij macrofotografie. Moet je een beetje van houden. Hier kan je instellingen kiezen daarvoor. Het zijn verschillende vormen hoe die dat samenvoegt. Maar het is een uitzondering. Dus schakel dit standaard absoluut uit. HDR-modus. Er zijn een aantal opties voor HDR. Voor moeilijke lichtsituaties. Dat kan je doen als je nog niet zo ervaren bent. Ben je wat meer ervaren? Ik zou zeggen, maak zelf verschillende belichtingen. Gebruik eventueel bracketing. En ga dan daarna de foto's samenvoegen in de nawerking. Want dan hou jij meer controle. Dat is wat iemand wil die wat verder is. Interval timer. Kan je timelapse opnames maken. Staat standaard uit. Hoort ook. Spiegel opklappen. Kan je doen als je vanaf statief werkt. Omdat het ook een klein beetje trilling kan geven. Dus bij een iets langere sluitertijd. Vanaf statief zou ik spiegel kunnen opklappen. Wis beelden. Nou, hiermee kun je de beelden op de memory card gaan wissen. Zorg ervoor dat je ook backups maakt. Ik zie toch nog wel eens cursisten die dat niet hebben gedaan. En dat de harde weg moeten ondervinden. Dus zorg dat je dat doet. Weergave informatiescherm. Dit is wel heel belangrijk ook. Want als je een foto hebt gemaakt, wil je natuurlijk achteraf ook informatie over die foto. En dat kan je hier allemaal regelen, wat wel en wat niet. En dat zien wij hier, allerlei opties. En die gaan we eens even af. Hè. Dus je kunt hier zie je bijvoorbeeld testsluittijd, diafragma, ISO, kwaliteit, zie je dat, dat L'tje. Dus kun je allemaal instellen, aan- en uitvinken kan je dat hier. En dan druk je op OK. Dus hier zie je ook, hè, bijvoorbeeld, moet dat histogram worden getoond, ja of nee? Hoe groot is de foto, lichtmeetmethode? Allerlei instellingen, welke stand heb je gebruikt. Wil je dat, hè? Lensinformatie hier, hoe ver heb je ingezoomd. Persoonlijk vind ik, de kleur is toch gewoon, daar doe ik niks mee. Witbalans, waar staat het op? Dit is jouw beeldstijl, vind ik ook wat minder belangrijk. Want het heeft alleen maar invloed op de JPEG, niet op de RAW. Dus zou je eventueel ook uit kunnen zetten wat je niet nodig hebt. Hier color space en dit soort dingen zijn ook wat details, ook wat minder belangrijk. En dit ook wat minder belangrijk, hier ook foto's overzetten, ook iets minder belangrijk. Hier de GPS-coördinaten kan je dan hier zien. Ja, afhankelijk van wat je fotografeert, is dat handig of niet. Je moet ook realiseren, GPS kost meer batterij, meer accu. Dus alleen maar aanzetten, daar kom ik straks nog op als je dat ook echt nodig hebt. Kan handig zijn in de landschapsfotografie, omdat je kan zien waar je achteraf waar je was. En na een paar jaar weet je dat natuurlijk niet meer precies. En in Lightroom kan je dat dan ook gaan lezen. Overbelichtingswaarschuwing staat standaard uit. Heel belangrijk, zet dit echt aan. Super belangrijke informatie. Je wil weten hoe is je foto belicht. Er zijn maar twee dingen belangrijk, technisch gezien even kort gezegd. Is die foto scherp op de juiste plek? Dat wil je kunnen checken achteraf. En hoe is die foto belicht? Er is geen grote fout in de belichting gemaakt. Dus dit wil je kunnen zien. Ik zal het zo nog even laten zien ook hoe dat er dan uitziet. Dus schakel dit even in. Dan heb je dus nu ingeschakeld. En dan zie je bijvoorbeeld, als je dus je foto terug gaat kijken met de play-knoppen, achter op je body, en je drukt een paar keer op de knop info, dan ga je op een gegeven moment de foto zien. En als je dit soort dingen ziet, dat zwarte delen die dan gaan flikkeren, he, dus 1 seconde zwart en dan weer niet. En weer zwart. Dan is dat de waarschuwing overbelichting. Die staat aan en je ziet plaatselijk waar jij overbelichting hebt. Dat is super belangrijke informatie. Je moet je wel realiseren wat je hier ziet. Dat is de JPEG. Dus ook als je een RAW schiet. En de RAW heeft altijd minder overbelichting dan de JPEG. Want een RAW kan veel beter omgaan met een RAW foto. Met grote verschillen in licht en donker in één foto. Dus als je een klein beetje overbelichting hebt, kan het zijn dat de RAW dat helemaal nog niet heeft. Dan moet je gewoon eens even testen. Dus hier zie je dat ook nog even. Als je nog een keer info drukt, krijg je weer dit scherm met de waarschuwing overbelichting. Plus je histogram hiernaast. Verder AF-puntweergave. Uitschakelen. Zitten nu dus in dit menu. Hè? Tab 4. Dat kan je inschakelen, want dan zie jij dus achteraf, als je een foto hebt genomen, zie jij jouw scherpstelpuntje. Dan kan je zien, hey, waar is het scherpstelpuntje nou eigenlijk, waar heb ik dat gebruikt? Dus dat heb ik nu hier ook even ingeschakeld. Weergave raster, daar kan je van die hulplijnen gebruiken.
Dat werkt uit mijn hoofd alleen in live view. En op die manier kun je zeggen, ik weet bijvoorbeeld waar ik een onderwerp wil positioneren, hè, met de hulplijnen op een sterk punt of waar ik mijn horizon neerzet. Persoonlijk gebruik ik dat meestal niet. Dus dat kan je hier doen, hè, 3x3. Als je het wel doet, zou ik dit nemen, 3x3. Nou, Bluetooth-verbindingen vind ik ook even nu iets minder belangrijk. GPS, instellingen, GPS-systeem. Waarschijnlijk kun je daar ook aangeven hoe vaak moet die camera contact maken met die GPS. Hoe vaker, ja, hoe nauwkeuriger hij weet waar jij bent als je aan het lopen bent. Maar het kost ook meer batterij. Dus als je het niet gebruikt, schakel die hele GPS uit. Want het is meer een aanslag op je batterij. Dus dat kan je hier doen, uitschakelen. Nou, zit hier nu in deze tab. Selecteer map. Dit zou ik persoonlijk gewoon zo laten staan. Dit is gewoon hoe je foto's op de memory card, in welke map die komen. Dat vind ik allemaal niet zo heel interessant. Dus dat kan je zo laten. De taal, Nederlands, kan je doen. Uitschakelen nog hier. Kan je instellen, ja, wanneer moet die camera uitschakelen? Dus batterijbesparing. Als je 30 seconden te snel vindt, kan je dat iets verhogen. Display helderheid. Laat het persoonlijk, zou ik zeggen, zo staan. Ga je dat toch lichter maken, dan kan je de indruk krijgen dat je foto's lichter zijn belicht dan ze eigenlijk zijn. En dat is verwarrend. Nou, datum en tijd wijst voor zich. Uitschakelen, daar had ik het net over. Hè. Dus kun je veranderen. 30 seconden of een minuut, 2 minuten, et cetera. Zet je het op off. Ja, dan moet je wel realiseren als je hem toch aan laat staan. Dan blijft hij maar aanstaan. Dan kan je batterij leegtrekken. Accu info. Je kan in het menu zien hoe het met je accu gesteld is. Natuurlijk kun je vaak ook zien, hè, van hoeveel procent heb ik nog, ook aan die streepjes. Maar je ziet ook hier de laadprestatie. En dit wordt minder. Deze blokjes kunnen bijvoorbeeld ook uiteindelijk rood worden of eentje. Op het moment dat je een oudere batterij gebruikt, die gewoon minder goed gaat presteren. Dus dan moet je een andere misschien gaan kopen. Sensorreiniging kan je doen. Maar persoonlijk, het is natuurlijk niet... Het is niet de beste manier van reinigen. Ik laat af en toe wel eens een camera reinigen. Zorg dat je weet wat je doet. Ga niet zelf klooien aan je sensor als je niet weet hoe je het moet reinigen. Als je dit doet, dan gaat die camera de sensor schoonmaken. Maar dat doet hij ook als je hem uitzet al. Pieptoon kan je aan en uitzetten. Kun je uitzetten als je dat irritant vindt. Bij het scherpstellen, hè, dat hij piept. Of bij dieren, kinderen. Verder. Modus uitleg hier. Kun je aanlaten als je niet precies weet waar de knoppen voor zijn. Je krijgt dan uitleg van de camera. En bijvoorbeeld hier zie je dat. Hè? Dus sluitertijd hier geselecteerd. Legbeweging vast door sluitertijd te wijzigen. Nou ja, als je wel weet hoe alles werkt, heb je misschien niet nodig. Voor sommige functies, misschien heb je er wat aan. Dan kan je nog zeggen, hier die uitleg. Verder. Hier, dit is interessant. Hè? Nog heel even terug, dat weergave opties hier, info van de infoknop. Dus het gaat om deze knop, wat die dan gaat informatie gaat geven. En dit is super handig, digitale horizon. Werk vanaf een statief en druk je dus een paar keer op de info, dan ga je dit zien. En op het moment dat je helemaal recht staat, wordt dit groen. Zo weet je dat je begint met een rechte foto, in plaats van achteraf al... foto's recht te moeten gaan zetten en weer beeld te verliezen. Dus dat is handig. Scherm snel instellen. En dan ga je dus naar het overzicht met alle belangrijke functies. Dus laat dit gewoon staan zo. En er zit overzicht. Het kan ook handig zijn. Dat kun je ook bereiken met het Q-menu. Aangepaste opnamemodus. Dit is, die C staat voor custom. Wat je dan kan doen is, je kunt bepaalde instellingen zoals diafragma, sluit, ISO... Die kun je voorprogrammeren en op het wiel bovenop kun je zeggen, als je daarheen gaat, dan roep je in één keer op een f5.6, een duizendste sluitertijd, hè, en een bepaalde ISO. En op die manier kun je heel snel teruggaan naar instellingen die je soms misschien nodig hebt. Wis alle camera instellingen en dan kan je dus terug naar fabrieksinstellingen. Als je denkt dat je iets hebt verkloot of je partner, dat is meestal de laatste. Verder, copyright informatie komen we zo nog bij. Oh, nou hier nog even, hè. Registreer instellingen dus. Dus hier kun je die custom instellingen gaan maken. Copyright informatie, hier kan jij jouw naam invoeren. Want als jij dan foto's maakt, dan wordt het in de metadata meegegeven.
En dat is wel handig om je foto's te beschermen. Dus zorg ervoor dat je hier je naam invoert. En bescherm jezelf. Firmware. Soms krijg je updates en dan kun je zien, hey, welke versie heb ik eigenlijk. Hier, dit zijn ja, eigenlijk wat instellingen waarvan ik wel zeg, als je niet weet wat je doet, blijf je dan ook vanaf. Toch wil ik een aantal belangrijke dingen even gaan behandelen. Belichting. Je laat dit gewoon staan op 1 derde. Dus dat zijn stapjes van 1 derde. Dus dat betekent dat als je bijvoorbeeld je diafragma gaat wijzigen, ga je van F4 naar F4,5, F5, F5,6. Dat is normaal. Een half stop is ongebruikelijk. Dus laat het gewoon staan. Bij bracketing wil je meerdere opnames maken met verschillende belichting. Hoeveel opnames moet je gaan maken? 3, 2, 5 of 7. Ik zou zeggen standaard 3 is een goede. Veiligheid shift, zorg dat dat uitstaat. Als je dat aan hebt staan, gaat de camera soms dingen voor jou overrollen. Als hij vindt dat jij met een lange sluittijd werkt, kan die jou soms gaan overrollen. Dat wil je niet. Je wil zelf de baas zijn, want je bent slimmer dan je camera, hoop ik. Autofocus, versnellen, vertragen, tracking, zegt iets over de tracking, hè, dus de autofocus, en dat kun je aanpassen aan de hand van verschillende situaties. Je kan het met andere woorden afstemmen op het onderwerp dat je fotografeert. Fotografeer je meer snelle onderwerpen die onvoorspelbare snelheden hebben, dan kan je hem wat naar de plus zetten bijvoorbeeld. Hier kan je de AI servo, dus dat is de scherpstelling voor bewegende onderwerpen, continu autofocus, kun je aangeven wat is het belangrijkste bij de eerste foto uit een serie continu opname. Is het belangrijk dat die foto wordt gemaakt, ontspannen? Of wil je zekerder zijn dat de camera echt heeft scherpgesteld voordat hij met die reeks continu opname begint? Dit staat nu in het midden. Persoonlijk zou ik het zetten op scherpstellen, want je hebt sowieso niet veel aan een foto die niet helemaal scherp is. En nu gaat de camera zelf balanceren tussen die twee en verlies je grip. Dus scherpstellen, ik zou dat op scherpstellen zetten. Autofocus, je kan hier bepaalde autofocus gebieden beperken. Die je toch niet gebruikt. Op het moment dat je dan in je instellingen dingen wil wijzigen, krijg je dat niet te zien. Het scheelt je weer wat snelheid. Bijvoorbeeld deze, die is helemaal niet belangrijk, want dat is automatisch gebruik van alle scherpstelpunten. Nou, dat wil je hopelijk niet meer als je 90D hebt, want het is een semi-professionele camera, dus zorg dat je weet wat je doet. Hier ook beperkt AF-methode, kun je ook bepaalde beperkingen doen. Dit zou je ook gewoon zo kunnen laten staan als je het niet weet. Dit zou ik ook laten staan, AF-puntweergave tijdens focus. Dat je gewoon ziet, hè, dat focuspunt terwijl je aan het scherpstellen bent, wil je gewoon continu kunnen zien. Hier kan je bepaalde knoppen andere functies toewijzen. En wat ik als eerste absoluut zou wijzigen is dit. Dus hier zie je die multiselector, die puntjes zo. En dat is die joystick. En die staat nu op off. Dat betekent dat hij eigenlijk geen functie heeft dan tijdens dat fotograferen. En wat wil je? Je wil met die joystick direct jouw ene scherpste puntje van links naar rechts kunnen verplaatsen. Dus moet dit veranderd worden. Dus dan ga je hierheen, hè, en zit hier verder niet aan als je niet weet wat je doet. Want dan kan je de camera ontregelen. Maar dit moet je wel even wijzigen als je uit de doos komt. Het is ontzettend jammer dat Canon dat niet standaard doet. Dus zorg dat je dit wijzigt en zet dit hierop. Dus op directe AF-puntselectie. Zo kan je met de joystick of hiermee direct de punt verplaatsen terwijl je door de zoeker kijkt. En hoef je niet eerst nog een andere knop in te drukken. En dat scheelt je momenten, scheelt je soms gewoon kostbare foto's. Dus dat kun je doen. Wat kan je nog meer doen? Ja, standaard hoef je dat niet te gebruiken. Maar je kan ook zeggen, ik ga bijvoorbeeld een AF-on knop of een andere knop nog een andere functie geven. Wat je kan doen is op een snelle manier schakelen tussen servo en one-shot. Dus dat is scherpstellen voor continue opname, voor bewegende onderwerpen of juist voor stilstaande onderwerpen. En op die manier ben je sneller. Als je dan dit inhoudt, schakel je bijvoorbeeld tussen one-shot en AI servo. Hoef je dat niet meer te doen bovenop de camera. Wat ik zometeen nog wel ook ga uitleggen. Dat zou je kunnen doen als je wat verder bent, maar standaard hoeft dat helemaal niet. Hier nog eventjes. Dus hier zie je handmatige selectie 1 autofocuspunt zie je hier in het Q-menu. Dus ik ga hier nog even wat instellingen af.
Sluit de tijd zie je hier. Hè? Dus dit is met het quick menu. En vervolgens navigeer je doorheen met de joystick of met die vierpuntsdruktoets. Nou, je diafragma zie je hier. Je ISO. Flitsbelichtingscompensatie om de kracht van de flitser te dimmen of juist sterker te maken. Dit is beeldstijl. Hè? Ze hadden het eerder al over. Als je dit op M zet van Marines, hè, of monochroom, dan maak je zwart-wit beelden. Heeft alleen invloed op de JPEG, niet op de RAW. We zien hier nog de witbalans. Staat nu op bewolkt. Kan je ook zetten op automatische witbalans. Als je een RAW fotografeert, dan kun je sowieso de witbalans achteraf aanpassen zonder enig kwaliteitsverlies. Dus dat maakt het leven van een RAW fotograaf iets lichter, al lijkt het in het begin zwaarder. Witbalans bracketing heb ik nog nooit gebruikt. Kan je meerdere beelden maken met een verschillende kleur. Je kunt achteraf dat aanpassen in RAW zonder enig kwaliteitsverlies. Dus waarom zou je het doen? Hier heb je ook niet veel aan in de RAW, zet je dat uit. Dat heeft alleen invloed op de JPEG. Die aangepaste bediening is waar we net waren. Dus daar kon jij dingen instellen, veranderen. Hè? Zoals dit, dat we die multiselector hebben ingesteld op directe selectie van dat autofocuspunt. Hier zie je eye servos, scherpstelmethode voor bewegende onderwerpen. Kun je ook wijzigen naar bijvoorbeeld een one-shot. En eye focus heb je nooit meer nodig. Dus deze heb je nooit meer nodig. Deze voor bewegende onderwerpen, deze voor stilstaande onderwerpen. Hier nog eventjes die autofocuspunten. Hier kan jij dus bovenop de camera zit zo'n knopje hier bovenop. Dat zie je nu niet. En dat laat jou wijzigen die autofocus manieren. Dus die methodes. Je gebruikt eigenlijk standaard ofwel deze of die andere. En dit is één zo'n scherptepunt. Ik gebruik toen ik deze Canons gebruikte nog, die camera's. Gebruikte ik eigenlijk altijd één scherpstelpunt en het liefst deze zo precies mogelijk. Een cluster, je kan het soms gebruiken voor bewegend onderwerp, maar persoonlijk deed ik dat ook allemaal met één scherpstelpunt. Dit wil je nooit meer gebruiken, want dat is automatisch gebruik van alle scherpstelpunten. Dan heb je geen controle. Dus dit is de meest precieze, die Spot AF. Als je echt heel precies wil kunnen mikken, hè, en dan zie je dat zit een vierkantje in een vierkantje. Kan je doen in moeilijke lichtsituaties. Kan je beter misschien soms dit uitproberen. Want als jij focust met dat minuscule vierkantje op iets wat heel donker is. Dan kan het zijn dat die weigert. Terwijl als je een iets groter puntje hebt. Misschien pak je dan nog iets van contrast. Dit wil je nooit en nooit meer. En dit gebruikte ik ook zelden tot nooit. Die zones. Dus gebruik dat. Je kunt dus ook dat punt verplaatsen naar autofocuspunt. Dat zie je dus ook door je zoeker. Als je nu aan die joystick zit met je duim. Maar dan moet je dus wel, zoals we net hebben gedaan, hè, dat hebben ingesteld bij aangepaste bediening. Oké, lichtmeetmethode. Zet het stand op meervlaksmeting. Zie je hier. En hier nog uitzondering spotmeting. Voor gevallen waarin je onderwerpen hebt die bijvoorbeeld veel donkerder of lichter zijn dan de achtergrond. Je continue opname of maak je één foto per keer of maak je meerdere foto's per keer. Staat nu op lage snelheid en dat wil je natuurlijk niet. Je wil hoge snelheid, dus zorg dat je deselecteert. Dit is één foto per keer maken. Hier heb je nog één foto per keer die ietsje stiller is. Net als bij mijn 1DX, dat was nog steeds niet stil. En hier continue opname iets stiller. Moet je uitproberen of jij dat ook stil vindt. Maar het is niet super stil. Hier zie je zelfontspanner. 10 seconden, 2 seconden. Handig vanaf statief, want waarom ga je 10 seconden wachten? Hier de custom zelfontspanner. Kan je instellen. Hij gaat altijd 10 seconden vertraging gebruiken. En daarna kan je ook nog tussen 1 of 10 foto's achter elkaar maken. En wordt vaak gebruikt voor groepsfoto's. Zodat je bijvoorbeeld snel achter elkaar die groepsfoto's kan maken. Even niet sommige mensen net de ogen dicht. Of je kan even zeggen, nog even allemaal de handen in de lucht. Hey. Nou, en dan heb je snel groepsfoto's voordat iedereen het zat is. Hoge snelheid zet je hem dus op. Q-menu hier, RAW plus L, hebben we het al over gehad. Hè? Schiet in RAW en L dan hier. Persoonlijk schiet alleen maar in RAW. Dus zou ik ook doen. Tenzij je misschien nog niet zo ervaren en dan zeg je ja, maar ik weet nog niet hoe ik moet bewerken. Dan kan je zeggen, als je belangrijke momenten gaat fotograferen, doe je L plus RAW.
Want dan heb je gewoon de JPEG-foto die je gewend bent. Maar je hebt hem ook in RAW. Maar misschien zeg je wel over een aantal maanden wil ik wel gaan bewerken. Bijvoorbeeld met Lightroom. En dan heb je de foto in RAW. En als je dan foutjes maakt in de belichting, dat soort dingen, of kleur, dan kan je dat toch beter herstellen. Hier zie je hoeveel foto's je nog kan maken. RAW hebben we eigenlijk ook al besproken. Je kunt hier de JPEG ook nog eventueel zetten op een lage kwaliteit hier. Dat is deze. Of medium formaat, small. Persoonlijk zou ik dat nooit doen. Grootste formaat kiezen en hoogste beeldkwaliteit. Je kunt al achteraf wijzigen in de nawerking. Maar je kan natuurlijk niet een kleine foto goed opblazen tot een grote. Dus zelf gebruik ik alleen maar RAW. En dan zou ik dit hierop zetten. Even nog bovenop, hè. Want de bedoeling is eigenlijk, hè, hoewel dat die Q, we hebben net besproken hier, dat quick menu, dat heet dan wel quick menu. En soms kan dat best wel eens een keer handig zijn, maar eigenlijk is de bedoeling dat jij met dit soort knoppen bovenop snel jouw aanpassingen maakt. Nou, hier druk je op bijvoorbeeld AF, dan wordt alleen maar de autofocus methode, die zie je dan en de andere instellingen even niet meer. Dus dan zie je dit. Ik heb even de verlichting gebruikt. Zit hier, zodat je het beter ziet. Dus als je dit indrukt, zie je alleen maar dit. Vervolgens wil je one shot wijzigen naar bijvoorbeeld AI Servo. Dan draai je, terwijl dit oplicht, aan dit wiel. Je moet niet te lang wachten, want na een paar seconden is het weer weg. Dus dan kan je dus dit indrukken. En dan vervolgens hier aan draaien, het instelwiel. Zo schakel je snel. En dit kun je dus eigenlijk ook doen, terwijl je gewoon je oog voor de zoeker hebt. Dat is de bedoeling. De mensen zie ik soms de camera's van de ogen weghalen. Ik moet zeggen, natuurlijk ben ik zelf ook zo begonnen. Want ik snap er in het begin helemaal niks van. Maar eigenlijk is dit sneller. Dat is een kenmerk van een semi-professionele camera. Meer knoppen, moeilijker voor iemand die onervaren is. Iemand die weet wat hij doet, is sneller. Drive kan je ook indrukken, werkt op dezelfde manier. Hiermee dan gaat dus dit oplichten. Hier schakel je snel tussen, wil ik continu opname high speed of... Dan wil ik maar één foto per keer. ISO kan je op die manier ook snel wijzigen. Aparte knop. Hier zit een puntje op, zodat je die zeg maar kan voelen. Omdat ISO natuurlijk heel belangrijk is voor de belichting. Dat puntje voel je. Dus als het donker is, als het goed is op de tas, kan je dat voelen. Vervolgens draai je ook aan dat wiel, wijzig je ISO. Deze hebben we al gehad. Lichtmeting kan hier. Zet dat op meerflaxmeting. We hebben ontzettend veel gehad. En... laten we nog even een paar laatste dingen doen hier trouwens, die dioptrie. Dioptrie is een beetje onscherp geworden, de foto had iets meer scherpte, diepte mogen hebben. Hier zit je normaal niet aan, dit is als je door de zoeker kijkt en je hebt bijvoorbeeld een oogafwijking min 1 of plus 1, hè, kun je dat voor jou instellen, de dioptrie, dan zie jij toch scherp. Als je onscherp beeld ziet of onscherpe cijfers, diafragma, zorg dat, dat je hier even aan draait tot het weer scherp wordt. Want dat is de oorzaak. Ik hoop dat je een hoop hebt geleerd van je 90D, belangrijkste dingen. Wil je nou nog meer tips, inspiratie en op de hoogte blijven van mijn nieuwste blogs? Schrijf je even in en ontvang ook gratis e-books. Er zijn 30.000 mensen die dat hebben gedaan. En je blijft op de hoogte van nieuwe tips en trucs.